Hier in het centrum van Arnhem worden mensen bij Howie de Harp opgeleid om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Nou, goedemorgen allemaal, welkom. Coach Jeroen Zwaal verzorgt vanochtend een deel van het programma voor de studenten. Ook al hebben ze heel verschillende achtergronden, ze weten allemaal hoe het is om te leven met een psychiatrische kwetsbaarheid. En juist die persoonlijke ervaringskennis leren de studenten hier tijdens een intensieve eenjarige opleiding in te zetten. We willen mensen faciliteren om zichzelf weer goed terug te vinden en hun eigen kracht terug te vinden. En Howie de Harp als opleidingscentrum biedt de kans om een plek te krijgen ook in de samenleving met werk. En in die dubbelslag is het een herontdekking van jezelf als student, van waar je goed in bent en wat je talenten zijn. En tegelijkertijd is het een stimulering vanuit ons. Ik wil heel erg te kijken van ja, waar wil ik naartoe in mijn leven en in welk werk wil ik graag gaan doen als ervaringsdeskundige en hoe kan je dus professioneel daarin worden. Wilde ik beginnen met een rondje. Howie de Harp leefde als dakloze psychiatrische patiënt in New York. In 1992 ontwikkelde hij een effectieve peer-to-peer aanpak voor en door mensen met een psychiatrisch verleden. Die aanpak werd al snel opgepakt door de GGZ, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook internationaal. De kernwoorden van zijn visie zijn kracht, eigen herstel, empowerment en eigen regie. En dat herken ik ook vanuit mijn eigen leven, maar ook vanuit de verhalen van de studenten. Dat je door de dingen die je meemaakt, je bent heel erg alleen geweest en je komt ook gewoon uit bij van en ik ben ook degene die het moet veranderen als ik iets wil veranderen in mijn leven. En als je dat ontwikkeld hebt, en dat past ook heel erg bij ervaringsdeskundigheid, ja, dan kan je een inspiratiebron zijn voor anderen en kan je anderen dus echt een helpende hand bieden op hun traject. Tijdens de opleiding leren de studenten allerlei vaardigheden om te kunnen functioneren in een gewone baan. Maar daarnaast werken ze ook verder aan hun eigen herstel. Ze kijken terug op hun eigen proces en benoemen daarbij wat wel en niet hielp om hun leven weer op te pakken. Zo breiden ze hun herstelverhaal steeds verder uit. Dat verhaal dat doe je voor de klas, maar natuurlijk dat verhaal vertel je ook aan je collega's op stage. En dat verhaal vertel je ook aan de mensen die je ondersteunt. En bij de een ben je er heel uitgebreid in. En bij de ander ga je het wat meer samenvatten en wat knop te houden. En dat moet je maar een beetje gaan aftasten van waar heeft deze persoon nu eigenlijk behoefte aan. Voor de gemeente Arnhem is Howie de Harp een interessante opleiding om mensen met een GGZ-achtergrond in het kader van de nieuwe participatiewet aan werk te helpen. Ja, Howie de Harp is krachtig en sterk doordat de deelnemers aan dit programma hun ervaringen kunnen delen, dat het herkenbaar is, dat ze zich veilig kunnen voelen daarin. Hoe ze energie bij elkaar halen en vanuit hun eigen ervaringen, vanuit hun verleden, maar nu ook naar hun toekomst toe, om hun ervaring in te zetten weer naar anderen. Dat maakt het voor mij een krachtig programma. Ja, als je gewoon goed bent, kom je aan betaald werk en deze mensen worden goed opgeleid. Dus daar zie ik zeker kansen voor. Wij werken met sociale wijkteams. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze hier een plek zouden kunnen krijgen. De mooiste plekken voor ervaringsdeskundigen zijn plekken waarin ze bruggenbouwers mogen zijn. Waarin ze verbinding kunnen maken wat de cliënt nodig heeft. Maar dat ze ook aan collega's kunnen laten zien wat een cliënt kan voelen of kan ervaren. Ik heb hele verborgen kanten van mezelf ontdekt. En dat heeft te maken met de klas. Met mijn stages. Ik blijk toch ambitieuzer te zijn dan ik had gedacht. Ik heb weer heel veel perspectief gekregen. En wat ik heel bijzonder vind, is ik voel me meer heel. Ik heb het gevoel dat niet meer werk en ik twee dingen zijn, maar dat het meer bij elkaar kan komen. Ja, ik voel me een stuk rijker en veel meer mens, omdat ik mens mag zijn. Met mijn kwetsbaarheden. En in mijn hoofd wist ik het allemaal wel. Maar hier was het compleet, ja, die verbinding was compleet weg. En wat dat betreft geniet ik nu gewoon van het leven.